Nou, driedelig paard. Ik dacht, je bent gelukkig uiteindelijk bij je prachtige boek uitgekomen. Het is wel heel mooi om dat proces even te zien. Heb je ooit zo snel een presentatie gehouden? Want ik had gedwongen om het kort te houden. Meestal vertel ik dit verhaal ietsje langer. Maar het is wel een serie die ik al eerder heb gemaakt om te laten zien hoe het beeldvindend in elkaar zit. En om mensen te stimuleren om zelf ermee aan de gang te gaan. Want dat doe ik toch wel vaak met de boeken die ik maak. Proberen om op idee te brengen om met kinderen te werken met beeld, maar ook met taal. En wil jij eigenlijk dat de hele wereld aan het sonnetten, beeldsonnetten maken? Ja, gaat? Want dit is natuurlijk volstrekt internationaal. Je kunt overal een beeldsonnet van maken. En dat overstijgt elke taal. Het leuke is eigenlijk gewoon dat je met beelden in een hele strakke vorm werkt. Nou, gaan we dat nu wegzetten bij de 25e uitreiking. De hele wereld aan het beeld sonnet. Lijkt mij een mooie doelstelling. Ik ga even mijn ding erbij pakken. Spieken. Ik wou je een paar dingen voorleggen uit de lezing van Edward. Die haalt aan een uitspraak van Bart Moejaerts dat eigenlijk de laatste tijd er een tendens is van kinderliteratuur naar kinderliteratuur. Wat vind jij daarvan? Ik vind zo nu en dan wel dat de marktwerking, het cultureel ondernemerschap, wel ietsje te zwaar drukt op creatievelingen die eigenlijk niet zo erg bezig zouden moeten zijn met of ze wel commercieel goed in de markt liggen. Dus ik vind dat daar wel op iets af te dingen valt. Aan de andere kant heb ik ook wel gemerkt dat het voor sommigen een uitdaging is om dan mee te gaan met de tijd en te proberen om er iets van te maken. Maar eigenlijk vind ik dat schrijvers en ook tekenaars tot op zeker ook met rust gelaten zouden moeten worden. Je hebt nu ook dat er wordt gekort op bijvoorbeeld de werkbeurzen voor literaire schrijvers. En ik vind het eigenlijk wel makkelijk om de kunst aan te pakken. Want de kunst is nou juist als het ware een soort voortrekker die zorgt dat het niveau van de hele samenleving, van de maatschappij, een beetje omhoog gekrikt wordt. Niet omdat dat geweldige mensen zijn, omdat ze beter zijn dan andere mensen, maar omdat ze op ideeën brengen, omdat ze nieuwe dingen uitproberen. Omdat ze ook de tijd en de ruimte krijgen om te werken aan dingen waar je wat langer tijd voor nodig hebt. Zonder dat je meteen gedwongen wordt om aan een goed inkomen te komen. Ja, en je product ook weg te zetten. Applaus. Nou prik ik hier ook voor eigen parochie, denk ik een beetje. Ja, makkelijk hè, makkelijk. Is ook wel eens lekker. Nog eentje van Edward, van de lezing. Hij pleit voor een geslaagd samengaan van literair en populair. Doe jij dat met je werk? Ik heb het idee dat Driedelig Paard daar wel een voorbeeld van is, dat op zekere hoogte. En ook van mijn cultureel ondernemerschap. Ik heb wel gedacht, van, nou, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat poëzie misschien wat makkelijker bij kinderen binnen kan komen. Nou, daar ben ik bij hierop uitgekomen. Maar ik ben er eigenlijk dus niet echt voor. Ik vind dat er gerust kinder- en jeugdliteratuur mag zijn die aan weinig regels voldoet. Ik ben wel ietsje soepeler dan Brechtje Boonstra. Ja, ik vind Brechtje wel heel erg streng vaak. Maar wat ik daar tegenover zou willen zeggen is misschien wel het serieuze van Brechtje, maar dan wat speelser. Dat is wel een hele mooie. een samenspel. En dan nog die intrigerende van, wat heb je liever, 14 lezers of 14.000 of 140.000 of dat, nog veel meer? Dat vind ik wel moeilijk, omdat wat ik nu ga zeggen zal waarschijnlijk heel erg naklinken, maar het is misschien wel waar. De bijzondere mensen die je in de samenleving hebt zitten misschien bij die 14 en misschien wat minder bij die 40.000. Dat maakt die 40.000 mensen niet minder waard, maar die komen in andere contraien van de samenleving terecht dan die 14 die je misschien net eventjes kunt verheffen. Ik vind het heel erg goed dat 40.000 kinderen lezen. En dan kunnen ze wat mij betreft Geronimo lezen. Maar ik heb dan niet het idee dat zij door te lezen een verrijkter leven hebben. Dat denk ik niet. En dan heb ik zo nu, dan denk ik, nou, dan is het ook niet zo erg om je te beperken tot die 14 kinderen voor wie je misschien wel iets kunt betekenen. Maar is het nou iets heel ergs wat ik nu zeg? Of valt het wel mee? Ze zitten nog steeds. Ja, nee. Het is een beetje op het randje, vind ik zelf. Het is op het randje. Maar ja, ik vind toch dat
je ook oog moet hebben voor kinderen die heel bijzonder zijn. Die hebben ook recht. En je kunt wel zeggen, nee, we moeten allemaal gelijk zijn. En van mij hoeft dat eigenlijk niet. Oké, okay, daar doen we het. Daar doen we het voor. Als je kijkt naar je boek, hè? De jury zei het al. Een buitengewoon origineel boek. Heel veel verschillende thema's, kaders die je aanbiedt. Jij wil iets voorlezen. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je het verhaal van de moeder wil voorlezen. Ja, maar dat moet Manja, de uitgever, even de oren dicht houden. Want die kan tegen deze kansen niet. Ze vindt deze heel erg. En die wou ze ook het boek uit hebben. Kijk. Ja, er zijn mensen die het verschrikkelijk vinden en mensen die het prachtig vinden. Oké, okay, luister, ik zal de microfoon opstaan. Oké. Okay. Ik heb geprobeerd om het achter me te laten, maar ik blijf me ergeren. Dus ik wil toch iets zeggen over het belachelijke cadeau dat ik dit jaar van jou voor Moederdag gehad heb. Het was een tekening van zo geringe kwaliteit, om niet meteen te zeggen dat die ronduit slecht was, dat ik hem zelfs niet met een magneetje aan de koelkast kon hangen, omdat ik me zou schamen als iemand hem zag. Het is aan zich helemaal niet erg dat je geen tekentalent hebt, maar je hebt niet eens de moeite genomen om netjes binnen de lijnen te kleuren. Andere kinderen van 8 kunnen dat al lang. Ook de voorstelling was ronduit naad je pet. Je tekent een huis met ouderwetse opgebonden gordijntjes, met rook uit de schoorsteen en met een zonnetje erboven. Wij hebben helemaal niet zulke gordijnen en het is ook belachelijk om de verwarming aan te zetten als de zon schijnt. Verder staan er 4 poppetjes met lachende gezichtjes op, met geen mogelijkheid is te herkennen wie het zijn. Ik veronderstel dat je met de 2 grote poppetjes papa en mij hebt bedoeld en met de 2 kleine jezelf en je broertje. Maar ze lijken nergens naar. Papa heeft helemaal geen stekeltjes haar en ik heb krullen. Dus waarom jij stijlhaar hebt getekend is een raadsel. Je had je wat mij betreft de moeite kunnen besparen. In plaats van zo'n fluttekening te maken had je een bloemetje voor me kunnen kopen. Want er zit genoeg in je spaarpot. En als je daar geen cent voor over had, had je bloemen kunnen plukken. Dat mochten desnoods paardenbloemen zijn. Maar nee hoor, je moest zo nodig een tekening geven. Ik vraag me af hoe jij het zou vinden als ik op jouw verjaardag aan zou komen zitten met een slordige tekening. Nou, het huis zou te klein zijn. Ik ben erg blij dat hij erin is blijven staan. Ik ook. Oké. Okay.